De huurders van de volkstuinen aan de Wiel in Rijswijk hebben een brief van de gemeente Altena ontvangen waarin de gemeente vraagt of ze de huur willen beëindigen of bereid zijn hun volkstuin te verhuizen. Dat valt bij de huurders niet in goede aarde. De een is geschrokken, de ander is een beetje boos. Ergens omdat het zo overvallen is natuurlijk. Op de locatie wil Brabants Landschap een pluktuin realiseren. Volgens Erik Maurer is het al één grote pluktuin. En dan denk je, ja, het wordt een pluktuin. Dus deze denk je, wacht, er is al een pluktuin voor al deze tuinders. Even verhuizen naar Giessen zit er volgens de huurders niet in. Of we wel of niet weg willen. En er staat ook een termijn op, dan schrik je er een beetje van. Hè, binnen dit jaar of een jaar. En of wij even onze spullen kunnen verhuizen naar Giessen. Nou, dat is zoveel werk wat je hier al in hebt gezet. En even verhuizen, dat gaat niet. Dus dat wordt te moeilijk. Volgens Maurer, aangesteld als woordvoerder van de tuiners, is het volkstuinencomplex in Rijswijk heel divers. Dus de ene is een Chinees, dus Chinese gewassen. Ik doe het meer aan een soort, letterlijk een tuin uit graspaden enzovoort. Iedereen tracht natuurlijk biologisch te telen, zoals we allemaal eigenlijk doen. En het is natuurlijk ook, er zijn wel senioren, maar ook een jong gezin. En ja, dat is voor de ene is het invulling voor de dag. Hè. Ineens wordt het ineens weggehaald en je zit maar met je planten en je verhuist maar naar Giessen. Met je rugzakje en dan moet je het eventjes omzetten alles. Ja. Volgens een woordvoerder van Brabants Landschap gaat de aanleg van de pluktuin over natuurcompensatie voor de in 2016 in gebruik genomen voetbalvelden van GRC 14 aan het Almbos in Giessen. De gemeente Altena bevestigt dit en laat weten enkel te inventariseren of huurders van plan zijn in de nabije toekomst te verhuizen of de huur op te zeggen.